Hallo! Hey, wat leuk dat jullie er zijn. Tenminste, wie is er al aanwezig? Oh, ik heb er zoveel zin in. We gaan helemaal los. En ik vind het wel een beetje raar dat ik hier nou zo zit eigenlijk. En normaal ben ik natuurlijk veel liever buiten. En jullie misschien ook wel, toch? Of niet? En nu zit ik hier op het hoofdkantoor van de beestenbende. Met mijn eigen beestenbenders. Hier. Mochten ze nog dicht bij elkaar staan, hoefden ze nog niet op 1,5 meter afstand te staan. Oké, oh, ik vind het echt vet spannend. Ik ga het eventjes vragen. Oh, wacht, ik hoor iets in mijn oor. Nee, grapje, ik heb geen oortje in. Is er al iemand die kijkt? Ik ga eventjes even kijken. Kijk je al? Oh, had je het gezien trouwens? Mr. Watts is de ook. Tada. Goed hè? Zo. Hey Anne en Chantal, tof dat jullie er zijn, joh. En ik hoop dat jullie ook nog vragen hebben of zo straks en kunnen helpen. Schrijf eventjes in de chat dat je er bent en dat je me goed kunt horen. Want dat is wel belangrijk, dat iedereen me goed kan horen en goed kan zien natuurlijk. Dus laat het even weten in de chat. En mijn assistentes, die zitten hier achter de laptop, die laten me dan weten of het binnen is gekomen en zo. Hebben jullie ook zo'n zin om weer naar school te gaan? Kunnen jullie elkaar weer zien en kun je weer lekker met je vriendjes en vriendinnetjes spelen? Oh, wacht, ondertussen. Hey, Frauke, hallo! Ja, top dat je er bent. En is er nog iemand? Even kijken hoor. Oh, hier kan ik kijken. Hey, Bob is er. Carlijn. Oh, Sarah natuurlijk. Oh, top. Oh, wat gezellig. Imke en Maud zijn er ook. Oh, dit wordt echt gezellig. Nou, ik praat gewoon even door, want ondertussen komen er vast nog meer bij. Ik heb ook nog een hele gave tekening om te laten zien. Ik ga het gewoon meteen doen. Hoppatee. Rapapapa. Kijk. Cool, hè? Van Eefje. Kijkt Eefje ook? Nou, Eefje, als je kijkt, kijk eens. Hier is jouw tekening. Gaaf, hè? Nou, zoals ik net al zei, volgens mij hebben jullie wel zin om weer naar school te gaan. Wie heeft er zin om weer naar school te gaan? Laat het even weten in de chat. Chat, denk je van, jee, ik wil weer naar school? Of, nou, ik zit veel liever thuis. Nou, laat me dat weten. Elfie en Roxanne, die zijn er ook. Hanna en Floris, gezellig. Toppies. Ik mis het ook echt om bijvoorbeeld naar de dierentuin te gaan. Eerst ging ik super vaak naar de dierentuin. Maar nu kan dat natuurlijk niet. Ja, echt super balen. Maar. Rapapapa, rapapapa. Verrassing! We gaan naar de dierentuin! Gewoon wij, met dit kleine groepje die nu kijken. Gaan we naar de dierentuin? Hoe vet is dat? En we gaan nu inbellen met Constance. Zij werkt in de dierentuin en zij weet bijna alles Orfie. van dieren. Oké, ik ga even kijken hoe het werkt allemaal. Oh, laat mij maar gewoon vissen vangen of troep opruimen. Maar dit. Oké, deze knop. Ah, hey! Hallo. Hey, je bent er! Leuk je te zien, Step. Hallo. Hey Constance, wat goed dat je daar bent, joh. Ja, hier op het voorplein van Burgerzoo in Arnhem. Tof In het hoor. zonnetje. Wat Oh, een heerlijk. weertje, hè? Wat jammer dat jullie niet gewoon naar buiten kunnen komen of hier naartoe kunnen komen. Ja, echt hè. Oh, maar er zijn een heleboel beestenbenders die nu kijken. Dus dat is Wat tof. goed. Ja, en maar. Erg leuk. Goed. Welkom allemaal.
Oh, zeg eventjes welkom tegen Constance, want dan weet ze natuurlijk ook dat jullie kijken. Gezellig. Hey, maar de beestenbende, je weet wat de beestenbende is, toch? Nou, zeker. Dat zijn kinderen die enthousiast genoeg zijn om afval te gaan verzamelen. Die zomaar in de natuur is uitgestrooid door mensen die wat minder nadenkend zijn, helaas. En dat is ook een supergoed werk dat ze doen. En niet één keer, nee, iedere keer gaan ze weer. Ja, goed, kan hè? Niet beter, fantastisch. Tof, hè? Ja, inderdaad. En u weet heel veel van dieren, toch, of niet? Nou ja, ik werk in de dierentuin hier in Arnhem. En ik ben er 5 of 6 dagen in de week. En ik weet eigenlijk iets van alle dieren. Niet omdat ik met alleen maar neushoorns of alleen maar giraffes werk, maar eigenlijk ken ik van alle dieren wel de verhalen, omdat ik ook les geef aan die mensen die de rondleidingen geven voor kinderen en verjaardagsfeestjes en zo. Dus ik heb sowieso 5 jaar lang dieren bestudeerd. En nu geef ik gewoon de lessen en praat met de dierverzorgers, loop elke dag door het park. Dus oh. Ja, ik weet wel het een of ander. Oh, super gaaf. Kijk je gunnen in het dierenpark. Ja, waar lijkt eigenlijk me helemaal niemand in mag. Maar we hebben dus geen kaartje. Ik heb geen kaartje gekocht. Dus ik nou, zie daar dat scheelt wel. Kijk maar. Hier achter mij, de kassa is hartstikke dicht. Ja, dus aan een kaartje heb je ook niet zoveel. Daar wordt nog wat verbouwd en schoongemaakt op het dak. Maar ja, nu door corona mag toch niemand naar binnen eigenlijk. Dus de kassa is dicht. Maar ik heb een geheime sleutel. Die ziet niet zo tof uit eigenlijk. Maar die brengt ons wel naar binnen. Zullen we even gaan? Ja, goed idee. Nou, klein stukje naar binnen, het dierenpark in. Waar al dus nu 2 maanden lang geen bezoekers lopen. Oh, en wij mogen, dus er mag gewoon bijna niemand komen. Nou, alleen de dierverzorgers. En dan nog, af en toe komt de dierenarts even een rondje nemen. Natuurlijk de directeur, hè, want die woont hier ook in het dierenpark. Oh, u kent de directeur kijk, ook? Kijk, dan al. Ja. Oh. Kijk. Kun je het een beetje zien? Wauw. Ja, wacht even hoor. Ja, ik zie het. Hé, stop eens even. Wilt u even stoppen? Ik blijf al staan. Zie ik daar nou een pinguïn of niet? Ja, dat zijn zwartvoet pinguïns zijn dat. Oh. En die zitten bij ons direct achter de ingang. Ik zal u even het bordje laten zien. Dat is een beetje te. Oh, ondertussen, Constance, ondertussen krijg ik hier te horen wie er allemaal kijkt en zo. En ik wil even zeggen dat Dick zegt welkom en Anne zegt ook hallo. Oh, wat leuk. Lief. Dankjewel. Oh, en Sophie zegt, wat heb jij een leuke baan, Constance. Dat wil ik ook. Ik heb een fantastische baan. Wat moet Sophie nou doen als ze dat ook... Ik ben de zwart van pinguïns. Oh, sorry. Constance? Ja? Wat moet Sophie nou doen als ze ook in de dierentuin wil gaan werken later? Nou, ze kan bedenken dat ze dierverzorgster wil worden. Dan moet ze een dierverzorgersopleiding doen. Dan ben je ongeveer 16 jaar oud als ze daaraan begint. En ik moet eerlijk zeggen, dat doen best veel jongeren. En alleen de allerbeste krijgen ook echt een baan in de dierentuin. Oeh. Dus als je dan stage loopt in de dierentuin, dan moet je echt je uiterste best doen om te laten zien dat je echt een topper bent. En dan maak je wel kans. Nou, en ik zelf heb biologie gestudeerd. Dus dan doe je eerst het VVO of HAVO. En dan doe je een universitaire opleiding. En die duurt 4 tot 5 jaar lang. Oh, wauw. En dan kun je bioloog worden in de dierentuin. Of ook, als je heel veel geluk hebt, misschien dieren in de natuur gaan observeren. En daar onderzoek aan doen. Wauw, dat klinkt super tof. Ik probeer je nu even heel dicht bij de pinguïns te krijgen. Zie je ze? Oh ja, wauw. Oh, wat schattig. Cool. Hoeveel zijn er eigenlijk hier? Hoeveel? Nou, ja? We hebben er zo'n kolonie van 60 pinguïns hier. Zo eens. En die daarboven staan, die 3, voor jullie aan de rechterkant, die zien er een heel klein beetje anders uit. Mm-hmm. Dat zijn de jonkies van vorig jaar. Oh. Die meesten die hebben echt een zwart-witte tekening op hun kopje. En dan hebben sommigen die zijn meer grijs-wit. En dat zijn de kleintjes. Oh. Die kunnen wel al gewoon eten en die kunnen prima zwemmen. Maar die zijn eigenlijk nog niet volwassen. Pas als ze 2 tot 3 jaar oud zijn, krijgen ze hetzelfde patroontje als de volwassen. En deze pinguïns, die heet de zwartvoetpinguïns. Alleen hun voeten laten ze even niet zo goed zien. Ik denk dat die inderdaad echt wel best zwart zijn. Een tweede naam voor ze is brilpinguïn, omdat ze zo'n licht vlekje rondom de ogen hebben. Oh, echt? Een beetje roze ook.
Ja, zo'n soort brilletje, maar is het geen brilletje, dan kunnen ze prima goed zien. Dat is grappig. Een brilpinguïn. Dat valt mooi op. De brilpinguïn of zwartvoetpinguïn, die woont dus niet in hele koude streken, maar in Zuid-Afrika. Dus dat kan eigenlijk best wel warm zijn. Helemaal niet zo koud als je van de pinguïns in Antarctica kent. En dan wordt het vlekje boven hun oog, als ze warm krijgen, dat wordt lekker roze en rood. Dat zie je nu ook al bij de pinguïns een beetje. Ja, dat is heel ver weg. Dat kan die hebben niet een witte vlekje. En die in de zon staan, die hebben een meer roze vlekje. Want dan hebben ze het een beetje warm. Oh, dat wist ik niet. En dan koelt hun bloed een beetje af. Dan komt het bloed meer naar boven, vlak onder de huid. Eigenlijk als bij kinderen ook. Als die heel hard rennen in de warmte en een beetje sporten. Dan krijg je het heel erg warm. En dan krijg ik een rode kop. Nou ja, bij de pinguïns is dat stiekem ook zo. Oh. Ik heb eigenlijk meteen een vraag, hè? Want ik zie daar ook zo'n stuk water en zo. En daar kunnen dus mensen die de dierentuin bezoeken, die kunnen daar dus staan, toch? Daarachter. Ja, nou die kunnen hier staan en dan hier langs het water inderdaad. En gooi je die wel eens... gaat het water even weg. Gooi je die wel eens troep in het water of zo? Nou, gelukkig hebben we aardig goed gedisciplineerde bezoekers en gebeurt dat niet zo vaak. Want pinguïns zijn helaas wel dieren die... Nou, eigenlijk alles inslikken wat ongeveer zo groot is als een krab of een kreeft of een vis. Kijk, als je bij een stokstaartje of een aap iets in het verblijf laat vallen, dan gaan de dieren dat wel bekijken en besnuffelen en onderzoeken en uit elkaar trekken. Maar ze gaan dat niet zo snel inslikken. Maar pinguïns, dat zijn echt dieren zoals ook andere zeevogels en zeedieren. Wat ze te pakken krijgen in het water... Dat is in de natuur alleen maar vis. Want in de oceaan komen niks anders tegen. Er zijn niet zoveel spullen. In het regenwoud waar een aap woont, ja, dat zijn heel veel dingen. Die eet ook niet elk houtje en elk takje en zo op. Maar ja, die vissen die zijn het enige wat in de oceaan zwemt. Dus een pinguïn slikt alles in. En ze nemen ook geen hapjes en ze kauwen niet. Ze gaan echt een heel groot stukje in één keer naar binnen werken. Dat is super zielig. Dus, ja, tot een paar decennia geleden was dat gewoon eten. En nu is dat ook wel eens plastic of een plastic zak of afval. En dat is heel onhandig, want dat blijft onder de maagjes hangen. Ja. En kan natuurlijk niet verteerd worden. En daar kunnen ze dus echt heel, heel ziek van worden. Maar ja, poepen ze dat dan wel uit, of niet? Komt er dan zo'n heel zakje uit als ze poepen? Nou ja, eigenlijk moeten we zo goed opletten dat dat niet gebeurt. Nee. Dat er geen troep in het water valt. Want het kan er meestal niet meer uitgepoept worden. Het blijft gewoon in de maag hangen. Oh, echt? Dus een pinguïn zou geopereerd moeten worden. En we weten helaas ook van best wat zeevogels, albatrossen, pinguïns in de natuur die doodgaan. Zodat ze te veel afval opeten. Dan zie je maar hoe belangrijk het werk van de beestenbende is, hè? Absoluut, ja. Als je in Nederland woont. Ook al woon je niet aan de kust waar pinguïns wonen. Want uiteindelijk belandt toch alle plastic in zee. Mm-hmm. Ik heb weer een vraagje. Of een vraagje? Kom maar op met je vraag. Nou, nee, trouwens geen vraagje, maar... Connie zegt hallo Constance, dus die zegt even hallo. En Julia vindt het hartstikke cool. En Anne vindt het cute. Ja, ik vind de pinguïns ook wel heel cute. Ja, dat zijn ze ook wel. En ze doen ook helemaal geen kwaad of zo. Alhoewel, ze kunnen wel best lastige buren zijn trouwens. Want de pinguïns leven dus in een groep. Ja. Maar eigenlijk heb je ook altijd één mannetje en één vrouwtje die elkaar heel aardig vinden. En dat is dan een koppeltje, zeg maar. Dus met z'n tweetjes wonen ze bij elkaar. En, maar ja, als er een buurman komt en die komt te dicht bij de ingang van het holletje, dan willen ze best wel een keer een beetje gemeen doen tegen de buren. Ik zal even een beetje om het verblijf heen lopen en kijken of ik zo'n holletje in beeld kan brengen. Mm-hmm. Dat holletje, daar leggen ze eigenlijk hun eitjes in. Dat zijn natuurlijk wel vogels. En... Oh, hier zie je trouwens best een lelijk hek. Schrikdraad staat erop, maar die is alleen maar 's nachts aan. We moeten onze pinguïns namelijk best wel beschermen tegen vossen. Oh. Ja, in de natuur in Zuid-Afrika komen ze wel eens een jakhals tegen die ze op kan eten. Maar hier komt een vos op de Veluwe. Echt? Dus als hier schrikdraad op staat, dan kan niks gebeuren. Kijk, waar nu de pinguïns staan, een stukje verderop, zie je achter ze ook van de holletjes in de rotsen gemaakt. Oh ja. En daar heeft dus echt ieder pinguïn zijn eigen huisje. En het is dus niet de bedoeling dat er een vreemde pinguïn in dat huisje van de andere loopt. Dus daar gaan ze behoorlijk ruzie maken. Oh, en daar gaan ze letterlijk bekvechten, snavelvechten. Kijk, daarboven, of jullie dat zien, daar ligt er al eentje in zo'n holletje. Nou, het is best ver weg. Oh, wacht, ja, ik zie hem. In het eerste holletje van links.
Precies. Nou, dat is allemaal het pinguïnverblijf. Daar hebben we nog eentje in een holletje liggen. Het schudt waarschijnlijk lekker als ik loop over de waterval ook. Nou, dat is hier wat achterwerk van een pinguïn. En kun je ook echt erin komen, zeg maar, waar de penguins zijn? Sorry? Kun je ook echt daarin komen, daar waar de penguins zijn, dat je heel dichtbij kan komen, of niet? Ik doe dat niet, maar die verzorgers kunnen dat wel, Oh want ze ja. zijn dus niet gevaarlijk. En die penguins worden ook 2 keer per dag gevoerd vanuit de hand. Want het is heel makkelijk. Normaal zouden ze gewoon vis moeten jagen, maar hier hebben we geen vis in het water. En dan weet de verzorger ook precies welke penguin aan hoeveel vissen heeft gehad en of iedereen ook echt gegeten heeft. Want als ze gewoon een emmer uitkiepen het water in, dan weet je ook niet of de ene penguin 3 eet en de andere niks krijgt. En zo kun je het iets meer controleren. Ja. En hebben ze dan ook allemaal een naam, die pinguïns? Nee, ze hebben geen naam, maar ze hebben wel een nummer. Dat Oh, klinkt een beetje ongezellig, hè? ja. Kinderen thuis hebben ook niet zomaar nummer. Maar 1331. misschien kunnen we namen bedenken voor de pinguïns. Je mag rustig namen bedenken. Ja, Nee, als maar je dat is leuke wel namen heeft, pinguïn. laat het weten. Laat me lekker naam voorstellen weten. Kijk, maar ze dragen altijd hun naamtag bij zich. Ze hebben op een vleugeltje een klein armbandje. Oh. En daar staat dan het nummertje op. Maar stiekem heb ik een tip. Want als je heel goed kijkt en als je echt onderzoeker bent of dierverzorger, dan moet je altijd heel goed kunnen kijken naar de dieren. Ze hebben namelijk allemaal zwarte veren op hun lichte buik. Ze hebben allemaal een ander stippelpatroon. Oh. Sommigen hebben meer stippeltjes, anderen hebben minder stippeltjes. Net als En sproeten. dus eigenlijk net sproeten. En eigenlijk, nou ja, als je heel goed kijkt en alle 60 pinguïns uit elkaar weer kennen, hoef je alleen maar een kaartje te tekenen met welke pinguïn waar allemaal een vlekje heeft. Oh, cool. Dus we kennen ze niet echt helemaal uit elkaar, denk ik. Maar ik sowieso niet. Maar ik vind het wel heel grappig. De mensen die hier mee werken, die weten wel precies wie met wie een koppeltje is. En wie verliefd op wie is sinds kort. En wie met wie in welk holletje woont. En wie hoeveel eitjes heeft gelegd. Ook waar het een keer misgegaan is. Want ook pinguïns kunnen gaan scheiden. Dus Ah. soms is er een relatie dan is niet meer zo gezellig. En dan zoekt er eentje een andere partner. Ah. Kijk, als ze hem aanwaggelen. En die 2 kleintjes daar, die hebben een beetje mot met elkaar. Zie je? Die gaan snavel pikken. Oh, echt? Ja. Ik ben ondertussen op mijn briefje aan het kijken, want er zijn dus wel al vragen ingestuurd. Ben je klaar voor de eerste vraag, Constance? Nou, kom maar op. De vragen van Anouk en ook de vraag van Imme, dus het is eigenlijk dezelfde vraag. Hoe Een oud wordt een belangrijke vraag. pinguïn? Hoe oud wordt een penguin? Ja. Die leeftijdsvraag is altijd best een hele lastige. Want ja, hoe oud wordt nou een mens eigenlijk precies? Ik zou 100. zeggen, als iemand 85 is, is die al best oud. En misschien heeft iemand oma of opa die zelfs 100 is, inderdaad. Nou, die 100, het is van penguin ongeveer 20 jaar. En die 85 is meer ongeveer 15 jaar. En penguin van 15 jaar is gewoon mooi op leeftijd. Een echt super oude pinguïn kan 20, 21 jaar oud worden. Oh, En nou dus ik. pas vanaf 3 jaar zijn ze eigenlijk een beetje volwassen. Wacht even hoor, ik zit ondertussen. Keanu die kijkt ondertussen ook. Dus dat is leuk dat hij er ook is. En Connie vindt de pinguïn super leuk. En Julia vindt ze ook heel cute. Nou, toch een bijzonder uitje naar de dierentuin, hè? Kijk, eentjes gaan liggen. Kinderen vraag zich opeens af hoe slaapt een pinguïn eigenlijk. Maar dat is ook een leuke verhaal als ik het mag vertellen, zeg. Oeh, dat is een goeie, want dat wil Emma ook weten. Oh, kijk, hoe slaapt. Nou, dan moet je eigenlijk weten dat pinguïns in de natuur in de oceaan zwemmen om daar vissen te pakken. En daar blijven ze soms dagenlang of soms wekenlang op zee. Dus slapen ze dan helemaal niet? Nee, dat is niet waar. Ze slapen wel. Maar ze kunnen dus zwemmend slapen. Wow. Dan dobberen ze een beetje in het water. Blijven gewoon boven water natuurlijk, want ze moeten wel lucht halen en ademen. Maar dan kunnen ze dus wel gewoon slapen terwijl ze zwemmen. Oh. Nou, als ze aan land komen om te broeden, of bij ons in de dierentuin kunnen ze ook makkelijker aan land komen, omdat ze de vis gewoon dichter bij huis krijgen en niet zo ver hoeven te zwemmen, dan gaan deze penguins wel zoals die hier vooraan op de buik liggen.
Dus ze slapen graag op de buik en dan gewoon hoofd naar voren, oogjes dicht. Het liefst is een holletje waar ze het best beschermd zijn. Je hebt natuurlijk de pinguïns die nog wat bekender zijn. Die keizerpinguïns en de koningspinguïns, die echt in Antarctica wonen. Hè? Die zijn een stuk groter, zo hoog als mijn heup ongeveer. Ja. En die slapen wel rechtop staand. Want die wonen in zo'n koud gebied. Die willen zo min mogelijk stukjes van hun lijf met het ijs in aanraking laten komen. Oh. Dus die slapen staand. En dan ga ik even proberen of dit een beetje lukt, dat je naar beneden kunt kijken hier. En dan staan ze niet alleen maar normaal op hun voeten, maar dan kieperen ze ook nog een beetje naar achter. Ze staan eigenlijk op de hielen. Ik kan dat helemaal niet. Op de hielen staan, mooi in evenwicht blijven. En dan doen ze nog hun kop en hun snavel onder één vleugel. Oh, echt? En dan slapen? De meeste vogels leggen de kop naar achter tussen de vleugels, hè? Dat is een goede challenge. Ze staan en dan naar achter. Op de hielen, naar achter kieperen en mooi spanning. Nou, ik denk, Sepp, je bent toch eerder ook een zwartvoetpinguïn. Je gaat liever liggen, hè? Ik ja, ook, precies. Hoor. Ik slaap ook liever op mijn buik dan staan. Nee, Constance, ik krijg een vraag van Saar. Waarom kan een pinguïn niet vliegen? Nou, dat is eigenlijk een hele makkelijke vraag. Hier hebben we collega's weer een keer, die laten dat mooi zien. Van dichtbij, hoop ik. Kun je ze een beetje zien, Sepp? Mm-hmm, ja. Kijk maar goed naar de vleugels. Een pinguïn die heeft eigenlijk een vrij zwaar lijf. Ook ontzettend zware botten, want hij moet goed diep kunnen duiken. Hij kan dieper duiken dan de euromast hoog is. Dus echt wel flink tientallen meters diep per keer dat hij adem gehaald heeft en naar beneden gaat. En dan heeft hij eigenlijk heeft hij vleugels als roeispanen. Helemaal niet als een vogel die normaal vleugels heeft, want hij heeft ontzettend korte, kleine veertjes. Hij heeft geen slagpennen. Als je een eend ziet vliegen of een merel, dan heeft hij echt lange, brede vleugels. De pinguïn heeft hele korte, stevige vleugels om onder water, wat veel moeilijker is om te bewegen, toch die beweging te kunnen maken met de vleugels. Maar ja, daar moest hij voor inleveren. Dus deze kan alleen maar goed zwemmen en helemaal niet goed vliegen. Hij komt helemaal de lucht niet in, nee. Ja, nee. Maar het is echt voor in het water. Hij is gebouwd voor in het water eigenlijk. En er komt weer een vraag binnen, Constance. Nou, dus sorry, ik onderbreek je eventjes. En dat is een vraag. Nu moest ik lip lezen, Seb. Kun je me nog horen? Maar het was, hoe wordt een pinguïn geboren? Ik kan je niet meer horen. Maar kun je mij wel horen? Dat is belangrijk. Goed, dan ga ik iets. Ik heb iets meegenomen, wat een toevallig ook, namelijk een pinguïn-ei. En hoe ziet het dan uit? Dit is een ei van zo'n. Hebben we hem hierop? Kijk, dit is een ei van een zwartvoetpinguïn. En dat is best een flink ei, dus. Ook wel handig dat die pinguïn niet hoeft te vliegen met zo'n ei in zijn buik. En dat wordt dus gelegd. In zo'n nestje, in zo'n holletje waar we het over gehad hebben. En dan gaan die pinguïns, vader en moeder, afwisselend 40 dagen, dus 6 weken lang, op broeden. We moeten het wel goed warm houden, vooral 's nachts als het koud wordt. Want in Zuid-Afrika is het ook overdag niet zo koud, maar 's nachts is het wel heel belangrijk. En dan na 6 weken is het eitje klaar. En dan komt een kuikentje uit. Dat aan het begin alleen maar donsveertjes heeft. Net als een kipkuik eigenlijk ook. Dat ziet er ook nog heel anders uit. Alleen hebben deze grijze dons. En ze kunnen dus de eerste paar weken niet zwemmen. Ze kunnen ook geen vissen gaan vangen. Nou, daar hebben ze mama en papa voor. Die gaan vissen vangen. Komen terug. En dan hebben ze de voorverteerde visbrei uit hun maag. Die burgen ze wel omhoog. Ugh. Maar ja, dat vinden pinguïnkuikentjes dus erg lekker. Visbrei. En dat is eigenlijk hun eten in de eerste weken. En ja, het duurt dan een tijdje, dan wisselen ze de veren en dan kunnen ze voor de eerste keer in het water en zelf vis gaan vangen. Maar ik vrees dat ik het nog steeds niet kan horen. Seb, nu moet je je vragen gaan opschrijven. Neeltje vraagt, hoe groot worden pinguïns? Hartstikke goed. Gaat goed zo, Seb. Gaat goed zo. Hoe groot worden pinguïns? Nou, deze hier.
die zijn niet zo groot. Zo ongeveer als een volwassen mens, van de grond tot aan de knie ongeveer. En ze wegen ongeveer 3 kilo. Dat is zoveel als een gemiddelde kat. Niet een hele dikke huiskat, maar een wat kleinere poes. En de grootste pinguïns die er zijn, die worden iets onder een meter. Dus dat is inderdaad van de grond tot ongeveer mijn heup. Dat is flink groot. Maar deze pinguïns, daar moet je echt voor naar Antarctica. Die zijn nergens in Europa in een dierentuin. Dat zijn de keizerpinguïns. Nou ja, de keizer is een hele belangrijke functie. Wie is er dan net onder? De koning. De koningspinguïns, die hebben we wel eens in dierentuinen. Die zijn daar een stukje kleiner. Dus het zijn wel flinke vogels. Maar nog een leuk verhaal uit het verleden. Ze hebben vorig jaar nog botten gevonden van een fossiel. Maar wel jonger dan dinosaurussen hoor. Maar dat was een pinguïn geweest. Ooit, miljoen jaar geleden. Die was zo groot als een mens nu. Dus 1,70 meter, 1,90 meter groot. Dus ik ben bang dat die pinguïnsoorten we nu hebben, dat zijn de kleinere. Er zijn nu nog 18 soorten pinguïns, van de dwergpinguïn tot de keizerpinguïn. Zo, u weet echt heel veel. Hij is de enige in Afrika. Hé, hey, kan je wel horen, Seb? Jee! Goed je te horen. Ik heb nog een vraag. Van Tijmen, wat eet een pinguïn allemaal? Een pinguïn die eet eigenlijk alleen maar dieren die in zee zwemmen. Dus je ziet er ook een beetje gras in het verblijf. Dat lust hij zeker niet. De steentjes ook niet. Het is dus kreeften, krabbetjes, inktvissen en vooral vis. En vissen, nou dan ga ik even een paar soorten noemen, die ken je ook wel. Sardientjes, anchovies, haring. Ik denk dat er best wat kinderen zijn die het ook best lekker vinden. Hm. En dat is meteen ook een probleem voor de pinguïn in de natuur. Dat namelijk de mensen op dezelfde vissoorten jagen, die de pinguïn ook graag wil eten. Dus als er heel veel gevist wordt op een manier dat eigenlijk alle vissen weggevangen worden, dan blijft er niks meer over voor de pinguïns. Oh. Dat is ook, dus het is ook belangrijk dat. Ja, dus naast afval verzamelen is ook heel belangrijk hoe je met een duur wordt, moeilijk wordt. Als consument, als je naar de winkel gaat, wat koop je dan? Waar let je op? Nou, dat is belangrijk dat je oplet dat je vis koopt die een keurmerk heeft, dat die duurzaam is gevangen. Dat zo gevangen is op een manier dat over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar nog steeds vis is. Oh, dat is goed. Zonder vis, de pinguïn, hè? Dat is ook belangrijk voor de papa's en mama's dus. Ja, zeker. En voor de kinderen die opletten wat papa's en mama's doen, toch? Mm-hmm. Maar nu mogen ze niet mee boodschappen. Papa's en mama's ook een beetje letten op wat kinderen willen zeggen. Tenminste, bij mij thuis was dat stiekem wel eens zo, ja. Ik heb er nog een vraagje. Van Huub uit Geldrop. En Huub die zegt, ik weet dat de orka en de zeehond wel een pinguïn lusten. Zijn er nog meer roofdieren die graag pinguïns eten? Weet u dat? Ja, dat weet ik wel. Nou, een pinguïn is inderdaad best wel lekker. Want daar zit nogal wat vlees aan en ook nogal wat vet. Dus dat vinden roofdieren zeker lekker. En Huub heeft helemaal gelijk. De orka's vinden pinguïns zeker wel lekker. Orka's komen ook inderdaad eigenlijk bijna overal op aarde voor in het water. Dus ook deze Zuid-Afrikaanse pinguïns zullen wel eens te maken hebben met een orka. Zeehonden, moeten we even opletten. Dat is die soort die bij ons in de Noordzee woont. In de Waddenzee. En die eten geen pinguïn, maar wel de familie daarvan. Dus andere zeehondachtigen, zoals de zeeluipaard. Deze leven samen met een zeebeersoort. Die kunnen wel eens een pinguïn pakken. En wat ik zelf gezien heb, jaren geleden, bij deze pinguïns, is dat er wel eens jakhalzen. Die zien er ook een beetje uit als vosjes. Die lopen langs de pinguïnkolonies en ook langs de zeebeerkolonies, dus langs de zeehondachtige. En die eten daar alles wat ze tegenkomen. De jonkies van de zeeberen, maar ook zeker een pinguïn als ze het te pakken kunnen krijgen. Ach. En een pinguïn die leeft ook graag in een kolonie met z'n allen, want dat is veiliger, hè? Hij kan niet wegrennen en een vliegen kan hij ook niet. Dus hij hoopt maar als hij met heel veel bij elkaar staat, dat het een beetje veilig voor hem is. Oh ja, dat is wel slim. Constance, u moet natuurlijk dadelijk ook gewoon weer aan het werk, hè? Ze zullen u niet zo lang ophouden. Ik heb nog... Ja, we hebben eigenlijk nu heel lang bij de pinguïns gestaan, hè? Ja, precies. Oh, maar ik krijg nog... Ik heb nog een paar vraagjes. Mag dat nog? Ik heb nog 2 vraagjes en nog 1 dingetje wat ik wil vertellen. Mag dat? Nou, doe maar. Oké. Ik heb een vraag van Frauke. Hoe snel is een pinguïn?
Ik weet niet of het met deze pinguïnsoort ooit gemeten is, maar bij pinguïns in het wild, bij koningspinguïns, is gemeten dat ze 36 kilometer per uur kunnen zwemmen. Dat is een best beetje, snel. dat houden ze niet een uur vol, maar een beetje toptempo, zeg maar. En dat is best wel snel, vooral in het water, hè. Dat is veel sneller dan dat mensen in water kunnen zwemmen. Eigenlijk is 36 kilometer, dat is praktisch precies zo snel als bij de Olympische Spelen die 100 meter sprinters rennen. Zo snel is een pinguïn als die wil onder water. Dus hoe snel zwemt een mens dan? Oh, dat zou ik niet weten, maar ik denk dat ik niet meer dan 3 kilometer per uur zou halen, denk ik. Want ik wandel 5,5 kilometer per uur en dan ben ik best snel in wandelen. Oh ja. Maar ik kan echt wel sneller wandelen dan zwemmen. Dus ik denk 2-3 kilometer per uur zou ik kunnen zwemmen. Veel sneller dus. Ja. Cool. Nog een vraagje. Anne vraagt, hoe communiceren pinguïns? Nou, ze communiceren met houdingen. Hoe ze staan en hoe ze kijken. Hoe ze die veren houden ook. Ze kunnen ook die veren ook overeind zetten. Dan als ze dreigen bijvoorbeeld, dan zien ze een beetje groter uit. En eigenlijk, de meeste pinguïns, nou laten we zo zeggen, het zijn niet bepaald zangvogeltjes. Dus hun stemmen die klinken als een ezel. Ja, ja. Nog eens? Dat kan dan betekenen dat ze elkaar heel erg aardig vinden. Kijk, nu horen we het een beetje. Dus als ze met elkaar balsen noemen dat, als ze elkaar vertellen, ik vind je echt heel tof en ik wil je graag als partner, dan, we noemen dat ook balken, net als bij een ezel. Dan balken ze een beetje met elkaar. En als ze ruzie maken ook. Ik heb een naam voor die pinguïn die nu daar met zijn snaveltje omlaag. Die hiervoor, zeg maar. Tien. Kijk, hoe moeten we die noemen? Let op, het is een idee van Neeltje, hè? Ja? Boris Pingui. Boris Pingui. Nou, hij heeft een donkere vlekje boven zijn linkeroog. Dus die kunnen we makkelijk uit elkaar kennen. Die heet vanaf nu Boris. Yay! Neeltje, hoe cool! Maar wat nou echt cool zou zijn, als we ooit een keertje, ja, ik zeg maar wat, ik weet helemaal niet of dat mag van u en of het mag van de beestenbende, dat we een keertje echt komen kijken met z'n allen naar Boris. Ja, Boris. Dat zou ik echt super tof vinden, hartstikke leuk. Nu moeten we toch allemaal even thuis zitten doordat die coronamaatregelen weer opgegeven worden. Maar ik hoop dat we die beestenbenders met hun ouders een keer hier kunnen hebben. En dan kunnen jullie heel veel naar dieren kijken. En dan vraag ik al mijn collega's in de groene shirtjes om heel veel dingen te vertellen. En kun je ook alle vragen stellen die... ja, vraag ons maar lekker het hemd van het lijf, want dat is alleen maar leuk. Blijf, ja, want er zijn natuurlijk veel meer dieren nog bij jullie, hè? Nou, ongeveer 500 diersoorten. Dus trek er maar lekker een dag vooruit, hoor. Lijkt me leuk. Even kijken of beestenbenders, willen jullie dat ook? Willen jullie naar Constance en naar de dierentuin met de beestenbende? Even kijken of ze het wel willen. Even reageren in de chat. Oh. Nou, ik vond het echt super interessant. En ik wist helemaal niet zoveel over pinguïns. Nee, ja, nu ben je wel een beetje pinguïn-expert geworden hier, hè? Ja, precies. Cool. Zeg, ik ga even kijken of er al reacties zijn. Willen ze komen? Ja. Ja? Ja. Wat zegt iedereen? Ik vind van wel. Ronnie zegt ja. Ronnie zegt ja. Petra, die wil ook wel komen. Ja. Ja, iedereen wil komen. Nou, zie ik jullie wel binnenkort een keertje hier, hè? Ja, lijkt me een goed idee. Constance, dank u wel. Ik vond het echt superleuk en volgens mij de beestenbenners ook. En hopelijk tot heel snel. Ik hoop dat we snel weer mogen komen naar die stomme corona. Nou, supergezellig dat jullie hier waren. Want inderdaad, zonder bezoekers vinden de dieren en ik het een beetje saai hier, hoor. Dus dat was wel heel gezellig dat jullie even hier waren. Beetje meekijken. Hartstikke leuk. Absoluut. Nou, dank u. Seb, tot volgende keer. Tot ziens, kinderen. Dag. Tot snel. Dag, tot snel. Oh, ja, we zijn er nog. We moeten eventjes... Oh, dat is... Ja, oh, ja. En... Ja, top. Oh, hey, daar ben ik weer. Nou, dat was tof, hè? Ondertussen heb ik hier van alles liggen en briefjes met vragen en dingetjes. Even een slokje water drinken. Oh. Leuk dat jullie er waren. Ik vond het echt heel cool. En inderdaad, veel geleerd. Zoals ik ook al tegen Constance zei.
Ik wist helemaal niet zoveel over pinguïns. Want dan loop ik wel eens door het dierentuin. Dan kom ik bij die pinguïns. Dan stinkt het altijd een beetje. En ik vind het heel gaaf beesten, dieren. Maar ja, ik wist dat allemaal niet. En nu weet ik het wel. Misschien moeten we gewoon nog een keer inbellen. En dan gaan we naar een ander dier toe. Vinden jullie dat een idee? Dat is ook top. Of we gaan naar een andere dierentuin. Bijvoorbeeld dolfinarium. En dan gaan we vragen of we super dicht bij een dolfijn mogen komen. Dat je hem zeg maar bijna kunt aaien en ruiken. Ik denk niet hoe die ruiken. Vinden jullie dat een goed idee? Laat eens even weten. Wie wilde naar de dolfijnen? Oh, ik ben allerlei dingen aan het zeggen en ik weet helemaal niet of het wel mag. Of het wel kunnen doen allemaal. Maar het zou wel super tof zijn. Even kijken hoor. Oh, ik heb trouwens nog een tekening. Hier staat geen naam op. Die zat gewoon in het hoofdkwartier in de brievenbus. Maar is wel heel tof. Met stickers. Dus is die van jou? Laat even weten. Dan gaan we hem ophangen met je naam erbij. En je kunt natuurlijk nog steeds tekeningen insturen, hè? Dus stuur vooral je tekeningen in. Mag natuurlijk ook gewoon via de mail. Dan kunnen ze uitprinten. Eventjes een fotootje maken. En misschien heb je ook nog vragen over pinguïns. Dat je denkt, oh, dat wil ik nog weten. Dan kunnen we die natuurlijk gewoon naar Constance sturen. En die kan ze weer beantwoorden. Gewoon later. Hé, maar wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen, omdat ik jullie nu niet in het echt kan zien, dat ik super trots ben op jullie. Want jullie doen het maar gewoon. En wie van jullie is er eigenlijk nu nog aan het lopen en aan het opruimen? Want dat mag dan alleen met je gezin. Ik ben heel blij als het weer mag met je vriendjes en vriendinnetjes, dat we weer met z'n allen kunnen gaan. Laat eventjes weten wie er nog bezig is met opruimen. Maar ik ben sowieso echt trots op jullie. Jullie moeten doorgaan, op straat natuurlijk, maar ook thuis. Want thuis het afval scheiden. Dat is ook heel belangrijk. Blijf dat doen, hè. Maar nu wel nog even op 1,5 meter. Stom, hè. Ik vind corona stom. Wie vindt corona ook stom? Ik hoor niks. Ik vond het echt spannend ook. Ik zit hier gewoon een soort van alleen tegen jullie te praten. Ik kan jullie niet zien. Balen. Maar ja, ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen zien op een heel tof evenement. Maar voor die tijd ga ik toch even checken of dat dolfinarium misschien kan. Moet ik eventjes hier overleggen of dat mag. En dan zien we elkaar dan misschien wel. Goed idee. Oké, ja. Hebben we nog vragen, dingetjes, belangrijke dingen die ik vergeten ben? Nee, Kiki zegt nee. Regie, is er nog iets belangrijks? Nou, ik hoor wel eens jullie tot Hanna en Floris nog een dichte rondje lopen. Oh, supergoed, Hanna en Floris, jullie lopen nog. Goed om te horen. Heel goed. Dan is het bij jullie in ieder geval schoon. Ik was laatst op het strand trouwens. Echt overal zooi. Nu, de prullenbakken waren weg. Mensen hebben de spullen niet meegenomen. Echt, ik heb echt nou minstens 1,5 uur of zo op zitten ruimen op 1 klein strandje. Hebben jullie dat ook? Bij jullie in de buurt? Dat er nu heel veel troep ligt ineens. Ah, Anne en Dick lopen ook nog. Hey, top. Wat goed om te horen. Super. Maar heel belangrijk. Het volgende Facebook evenement. Zet hem in je agenda. Oh, de tafel wiebelt helemaal. 20 mei. Om 4 uur weer. Dan mag ik er dan weer bij zijn? Ik mag erbij zijn, yes. Dus ik ben er dan weer. En laat je ouders het in de agenda zetten. Dat zij erbij zijn, dat jij erbij bent. En dan zien we elkaar dan weer. Ik heb er zin in. Dank jullie wel voor het kijken. En blijf vooral lopen. Tot snel. Zo, dat was leuk, hè? Nou, even een slokje drinken. Dat is heel erg. Ik vind het leuk als we het weer gaan doen. Hou dan.